Vandaag in de Jensen Show. Een speciale mededeling hier aan het begin van deze nieuwe Jensen Show. In opdracht van de Weermachtcommandantuur te Rotterdam wordt bekendgemaakt. De spertijd vanaf 5 september 1944 zal zijn van 8 tot 4 uur. Demonstratieve samenscholing van meer dan 5 personen wordt beschoten. Personen die in de sperrtijd de straat betreden en op bevel niet onmiddellijk blijven staan, worden eveneens beschoten. Dit is in briele geschreven, Zwarte Waal, 5 september 1944, polders, de burgemeester. Nou, je hoeft niet heel veel te weten van de wereldgeschiedenis dat in 1944 de Tweede Wereldoorlog aan de gang was. En toen was er dus ook een... Per tijd, waar ik van uitga dat dat ook een soort van avondklok is. En, uh, en ja, demonstratieve schaam, samenscholing mocht niet. Maar we hebben het hier over de Tweede Wereldoorlog. We hebben het hier in principe over naties die dit de bevolking aandeden. Die zeiden van je mag niet meer demonstreren. Samenscholing mag niet meer. In de Tweede Wereldoorlog. Hoe kunnen we in vredesnaam? In 2021 in dezelfde situatie zitten. Oké, okay, we worden niet beschoten, maar goed, een waterkanon is ook niet echt aardig natuurlijk. Gewoon met stokken geslagen worden, is ook niet echt aardig. En wat is, de reden, wat is de reden die gegeven wordt dat dit gebeurt? Is de volksgezondheid: de, een, een virus. Een virus. Nou, ik heb geen zin om dit weer vanaf het begin af aan uit te leggen hoe belachelijk dat is, want ik doe dit al sinds maart en ik begin zo langzamerhand gewoon te accepteren dat sommige mensen gewoon niet de capaciteit hebben om die informatie te kunnen verwerken en te processen. na een, bijna een jaar dat hier totaal dingen niet kloppen. En dat het zo buiten verhouding staat dat er wel iets anders aan de gang moet zijn. Nou, ik leg dit iedere dag uh, hier bijna uit. Van wat hier echt aan de gang is en dat er mensen iets anders proberen te regelen. Dat we als het ware op, op, helemaal opnieuw georganiseerd worden met z'n allen. En wij als mensen en dat soort dingen. En als maatschappij en hoe we leven en hoe we naar dingen moeten kijken. En dat soort dingen. En hoe we eronder gehouden worden, hoe we onderdrukt worden. Het is niet te geloven. En mensen zien het nog steeds niet. Ga nu naar jensen.nl voor de hele show van vandaag. Het vrije geluid laat zich niet censureren.